Beste kijkers, hartelijk welkom op deze heel bijzondere uitzending van Licht op Leiden, want dit is de 50ste uitzending. En we hadden een jaar geleden niet gedacht dat wij het zover zouden schoppen. Bij deze uitzending, als van ouds te zien op Ziggo kanaal 46 en KPN kanaal 1421 in Leiden althans. En verder online over de gehele wereld te volgen. Bij deze uitzending hebben wij ook een heel bijzondere gast. Dat is namelijk professor Dr. Frits Roosendaal. Meneer Roosendaal, hartelijk welkom. Ik zeg er maar direct bij, wij mogen Frits zeggen. En, zeker. En u heeft er geen bezwaar tegen dat er wordt getutoyeerd. Zeker niet. U bent een heel bijzondere gast, vinden wij. Omdat u de afgelopen tijd in de coronatijd eigenlijk toch... hoewel u al veel op uw naam had staan, toch bent uitgegroeid tot een van de landelijke experts als het gaat over corona en als zodanig een bekende Nederlander geworden. Misschien zegt u er was alle reden dat ik het al veel eerder zou zijn geweest, maar in ieder geval bent u het nu. En wij, althans, dat denken wij. Wat u doet en waar u mee bezig bent als epidemioloog, dat moeilijke woord, dat zal dit half uur nog wel een paar maal langskomen. Dat kunnen we het beste laten zien aan de hand van een filmpje. Dat filmpje, ik waarschuw maar, dat duurt 5 minuten, maar het is zo illustratief voor het werk van professor Roosendaal dat wij dat hele filmpje laten zien. En het heet... Waarom ik? Waarom ik? Waarom ik elke ochtend daar naartoe ga, is omdat ik wil weten waarom mensen ziek worden. Zijn het genen? Is het de omgeving? En persoonlijk denk ik dat het altijd zowel de genen als de omgeving zijn die mensen ziek maken. En wat ik wil weten is, waarom worden mensen ziek? 170 jaar geleden deed dokter John Snow in Londen een cruciaal experiment. Hij vond namelijk uit dat mensen die van bepaalde waterleveranciers het drinkwater kregen, dat waren degenen die stroomafwaarts in de Theems het water binnenhaalden, dat die mensen cholera ontwikkelden. En mensen die stroomopwaarts het water uit de Theems haalden, die kregen geen cholera. Vervolgens heeft hij een interventie gedaan door de waterpomp uit te schakelen, de hendel ervan af te halen. En toen bleek dat de mensen geen cholera meer kregen. En dat is precies zoals het loopt, zoals je wil dat het loopt. Dat je in het observationele onderzoek oorzaken uitvindt die je vervolgens kan gebruiken in interventie waardoor je ziekte voorkomt of mensen beter maakt. Het grootste en meest belangrijke project van onze Leidse medische detectives heet NIO, het Nederlandse Epidemiologie van Obesitasonderzoek. De hedendaagse mens heeft een uniek probleem met overgewicht dat dieren niet hebben. Dit kan samenhangen met onze voorgeschiedenis als jager-verzamelaars. The majority of people in the developed world are categorized as overweight. It is an enormous problem. And I can tell you definitively that it's related to a large number of disease outcomes. And we are terrible at changing it. And what we're trying to understand is the metabolic or disease intermediaries, the linkers between adiposity and disease. That's why big studies like this are really useful. Ik zag recent een patiënt die flink overgewicht had en geopereerd moest worden aan een verstopping in een van de aderen, slagaderen van het hart. En wat je afvraagt, waarom kreeg die patiënt die ziekte? Als je dit te vaak zou doen, ben je een beetje niet meer. Oh, hoe kan je dat nou tegen mij zeggen? Ja. En je hebt mensen van 98 die met een slechte levensstijl 98 worden. En je hebt mensen die op een jonge leeftijd ernstige ziekte ontwikkelen. En sommige daarvan hebben risicofactoren, sommige niet. Heel diep in. Verder, hou vol. Als het niet meer gaat, zo krachtig mogelijk in. Het unieke aan het NEO-onderzoek is dat we bij zoveel mensen zeer uitgebreid
onderzoek hebben gedaan op het moment dat ze voor het eerst kwamen. Hebben we gedurende 4 uur allerlei verschillende onderzoekingen gedaan, waarvan de 2 belangrijkste zijn de standaard maaltijd die ze allemaal tot zich namen en de MRI-meting. Bij de standaard maaltijd, die bestaat uit een vaste hoeveelheid suikers, vetten en eiwitten. Al die mensen hebben dat gedronken en dan kijken we vervolgens een aantal keren bloed afgenomen in de tijd dat ze bij ons waren, om te zien hoe is nou de respons, hoe is de reactie in het bloed op die standaard maaltijd. Op een gegeven moment was ik 45 toen ik dit onderzoek kreeg. En ik dacht, ja, het is een goed moment om mee te doen. Ik word te dik. En ik denk, ik moet toch de komende jaren wat aan mijn gezondheid doen. En dat is de reden dat ik dacht, van ik ga hier aan meedoen. In mijn familie zijn ook mijn vader en mijn oom zijn gestorven aan hartfalen voor hun 60ste. Het is belangrijk als je ouder wordt dat je op je gezondheid gaat letten. En ik merk dat ik nu ouder word en minder aan sport doe, dat mijn gezondheid toch wel wat achteruit gaat. Ik word wat dikker. Dus ik ben bewust geworden door deze studie dat ik gezonder met mijn leven moet omgaan. Oké, waarom ben je eigenlijk als cardioloog in de neo-studie mee gaan doen? Dat is natuurlijk een goede vraag. Er lijkt een duidelijke associatie te zijn tussen obesitas en aterosclerose. Ja. Ik ben een cardioloog, zoals je weet. Ik mocht de hele nacht nu ook weer een aterosclerose knutselen. Uiteindelijk moet je dan kijken of je er ook wat aan kan doen. Maar dan moet je ook eerst uitzoeken hoe het werkt. Hoe zou dan die relatie zijn tussen aterosclerose en obesitas? Ja. En daarvoor probeer je dan een hele grote studie op te zetten. In dit geval dan de NEO-studie. Dan heeft u vast wel eens gedacht, waarom ik? Waarom heb ik dat? En heeft u daar zelf bedacht hoe dat gekomen is, die hartklachten? En ik rookte als een ketter. U rookt te veel, ja. Als een ketter. En wat ik nog wilde vragen, als u nou naar de toekomst kijkt, wat verwacht u dan? Ik verwacht dat ik langzaam steeds minder zou kunnen. En dat ik op een gegeven moment, als het te gek wordt, zelf zeg van, zo is het mooi geweest. Ja. En dat doe ik dan ook. De NEO-studie is eigenlijk nog in het begin. Hoewel het al 10 jaar loopt, nog steeds is het in zijn kinderjaar. Nu de komende tijd doen we steeds meer metingen en gaan we mensen volgen om te kijken wie er ziek wordt en wie niet ziek wordt. En het doel daarvan is steeds hetzelfde, om uit te vinden waarom wordt nou deze bepaalde persoon ziek op dat moment. Waarom ik? Waarom ik? Waarom ik? Eigenlijk is de kern van ons werk, wie wordt waarom ziek? Ja, dat is het. Ja. Dat proberen we uit te vinden door onderzoek te doen bij groepen mensen. Dat is eigenlijk het idee. Dus je kan onderzoek doen op cellen of op bloed of op muizen. En wij doen onderzoek in grote groepen mensen. Ja. En dat is aan de ene kant moeilijk, want mensen zijn allemaal verschillend, leiden allemaal hun eigen leven, hebben allemaal hun eigen genen, eigen gedrag. Terwijl dat bij andere proeven kan dat meer controleren. Maar het grote voordeel is dat het onderzoek in mensen is. Ja. En alleen in mensen kan je natuurlijk laten zien waardoor mensen ziek worden. Ja. We hebben een aantal maanden geleden, nou nog niet eens zo lang geleden, hebben wij Lex van der App hier gehad. Ja, zeker. Wel bekend? Zeker. Ja. Eigenlijk de geestelijke vader van het vaccin Janssen. Klopt, ja. En ook van die andere vaccins die op hetzelfde principe zijn gebaseerd. Ja. Hè? Ja. Hebben jullie nou ook, wat dat betreft, contacten, want hij zit natuurlijk, hij is bioloog. Ja. Valt dus in een andere vakgroep, valt in een andere. Ja, het LMC is natuurlijk heel groot. Er werken 8000 mensen, geloof ik. Het is en een ziekenhuis en een medische faculteit, een onderwijsfaciliteit. Mm-hmm. Dus ik ken niet iedereen daar. Nee. Maar ik werk er al sinds 1985, dus ik ken wel heel veel mensen. En Lex van der Ebbe is natuurlijk inmiddels met pensioen, maar hij en zijn opvolger hadden eigenlijk die methode ontwikkeld om gentherapie te doen. Ja. En daar hebben we toen wel contact mee gehad, want mijn promotieonderzoek ging over hemofilie, een erfelijke ziekte. Okay. En eigenlijk was een van de ideeën om die techniek te gebruiken om bij zo'n erfelijke ziekte gentherapie te kunnen doen en mensen beter te kunnen maken. Dat is uiteindelijk niet op die manier gelukt. En nu bleek ineens dat het, nou ja, daar werd ook al jaren aan gewerkt, omdat het als vaccinvector kon dienen. Ja. Wat ik heel opvallend vond in dat interview wat we toen met hem gehad hebben, was dat er ook een link was naar het bedrijfsleven, naar Crucel in dat geval. Ja. En wat nu Janssen is, hè? Ja. Of Johnson & Johnson. Is dat in jullie vakgebied ook wel eens aan de orde, samenwerking met, nou, het bedrijfsleven of het Bioscience Park of wat dan ook? Niet zo heel veel. Om een aantal redenen. Ten eerste, wij zitten niet in geneesmiddelontwikkeling. We zitten eigenlijk daarvoor. Ja. Wat zijn risicofactoren? Dat kan natuurlijk leiden tot het herkennen van bepaalde
eiwitten of iets dergelijks die een aangrijpingspunt voor therapieën zouden kunnen zijn, maar dan zit je daar heel ver voor. Okay. We zitten voor een deel in preventie. Ja, daar hebben farmaceuten financieel niet zoveel aan. Hè. En we zitten ook wel veel onderzoek gedaan naar bijwerkingen van geneesmiddelen. Daar kan je natuurlijk ook ziek van worden. Ja. En dat, ja, dat is ook niet direct waarbij samenwerking met de industrie tot stand komt. Dus we doen niet zo heel veel. Dat zit meer in de laboratoria. Het is nog zuivere wetenschap, zou je kunnen zeggen. We proberen zuivere wetenschap te doen, onbeïnvloed. Ja, ja, precies. We willen eigenlijk beginnen met, hoe is het allemaal gekomen? En waar komt u vandaan? Geboren Leidenaar? Aan de spraak niet te horen in ieder geval? Nee, zeker niet. Toen ik in het begin in Leiden kwam, toen dacht ik dat mensen mij nadeden. Want ik kom uit Rotterdam. En mijn oma vond altijd dat wij een Rotterdamse R hadden. Zij woonde in Schoonhoven. En ik dacht, en dan deden ze ons na. En toen ik het in het begin in Leiden was, op een gegeven moment vaak in een frietkraam kwam. En ik dacht, die mensen doen me na. Maar dat was het Leidse accent. De Leidse R is toch weer heel specifieker dan de Rotterdamse R. Absoluut, ja. Nee, zeker. Ja. Daar haalt Rotterdam het niet aan. Nee. Maar goed, vanuit Rotterdam naar... Ze ben in Rotterdam opgegroeid in een huisartsengezin, 5 kinderen. Ik was de middelste. Mijn vader is huisarts, nog de klassieke praktijk aan huis. Wij kenden de patiënten. 7 dagen in de week, 24 uur? Absoluut. Ja, op een gegeven moment hadden ze wel een waarneming in de buurt. Ja. Maar de patiënten kwamen aan huis, praktijk was beneden. Als wij schoolziek waren, dan moesten we in de wachtkamer zitten. En dan zei mijn vader dat we niet echt ziek waren. En dan gingen we toch, toch naar ons werk. Is Rotterdam ook geneeskunde gestudeerd. In Rotterdam, bij Erasmus? Ja, aan de Erasmus. Oké. Okay. Ja, ik ben daar ook tegenover de Erasmus op school geweest, op de Erasmiaans. En studeerde ik af midden jaren 80. Toen was er veel werkloosheid, een grote recessie. Ja. Was de vraag, wat zal ik gaan doen? Wist ik ook niet, wist ik eigenlijk nog steeds niet zo goed. Ik wist nooit zo erg wat ik ging doen. En toen zag ik in Leiden, een advertentie dat er in Leiden onderzoek bij hemofilie gedaan kon worden. Mm-hmm. Daar heb ik op gesolliciteerd en toen ben ik hier terechtgekomen. Okay. Bij Ernest Briet, hoogleraar, of die werd een paar jaar later hoogleraar. En bij hem ben ik gepromoveerd in onderzoek naar bloederziekte, hemofilie, in 89. En daarna ben ik geswitcht naar de andere kant. Ik heb op een gegeven moment besloten dat ik eigenlijk niet zozeer patiëntenzorg wilde gaan doen, althans niet de hele tijd, niet het grootste deel van mijn dag. Nee. Ik vond onderzoek spannender. Zuiver wetenschappelijk onderzoek. Ja, er verandert meer. Maar als je nu mijn afdeling kijkt, er werken 50 mensen, de afdeling klinische epidemiologie. Over 5 jaar is de helft vernieuwd, zeg maar. De gemiddelde leeftijd is 30, de promovendi, studenten. En we weten niet, 5 jaar geleden wisten we niet dat we een jaar lang vooral COVID gingen doen. Nee. Dat wist niemand natuurlijk. Nee. Maar we weten niet welke projecten we over 5 jaar hebben. Dat is, dat vind ik leuk. Ja. Maar ik ben wel toen na mijn promotie geswitcht naar onderzoek naar trombose met name. Okay. Dus dat is eigenlijk de andere kant. Bloederziekte is bloeden wanneer het niet moet. Trombose is dat het bloed stolt wanneer het niet moet. Ja. Trombosebeen, hartinfarct, beroertes, al dat soort nare aandoeningen. Trombose is weer heel actueel, hè? Op het ogenblik ook in verband met vaccins. Daar komen we zo meteen precies, nog het op. Precies, het komt allemaal bij elkaar. Ja. Dat heeft zich over de jaren uitgebreid. Het NEO-onderzoek waar veel mensen in Leiden aan meegedaan hebben, dat gaat over in algemene zin over hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes. Dat leiden we. Er hebben 7000 mensen uit deze regio doen daaraan mee. Dus dat is ook een groot project. En vorig jaar kwam dan COVID, terwijl wij eigenlijk dus meer chronische ziekte-epidemiologie doen. Maar het zit wel in het, het basispakket van de epidemioloog. En op een gegeven moment vond ik dat Nederland te laks was. Niks deed, want ik ben gasthoogleraar in Milaan. Daar gebeurde van alles. En ik kreeg van mijn collega's allemaal appjes hoe vol de IC's lagen. En hier niks. Ja, iets minder handen geven was het toen begin maart. Ja. Dus toen, toen ben ik er een beetje ingerold eigenlijk. U bent er ingerold en op een gegeven moment heeft de publiciteit heeft u ontdekt. Daar komt het eigenlijk ook een beetje op neer, hè? Daar komt het een beetje op neer, zeker. Ja. Maar we lopen eerst even door de wetenschappelijke carrière heen, als het goed is. We hebben een foto van al een eerste verschijning in het... Hij staat schuin, althans voor zover wij hem kunnen zien, in het Leidse Dagblad. Waar gaat dit over? Dit is het begin van mijn promotieonderzoek. Dat heette hemofilie in Nederland. Okay. Ik sta rechts. In het midden staat mijn promotor, Ernest Briet. Ja. En links staat Kees Smit, die zelf hemofilie heeft. En daar namens de patiëntenvereniging aan meedeed. Dus dit onderzoek, wat ooit door hematoloog Jan Veldkamp begonnen is, in de jaren 70 al. Die misschien sommige mensen ook nog kennen. Een zeer populaire dokter in Leiden, die heel vroeg overleden is op zijn 45. Ik heb hem nooit ontmoet. Nee. En wij gingen alle Nederlandse hemofiliepatiënten in kaart brengen en...
toen kwam dit stukje in de krant. Maar genoeg om toch ook al het Leids Dagblad kunnen halen. De media waren al vroeg bij mij aan de deur. En u was ook al vroeg, of jij was ook al heel vroeg over de grens, wat wij er zo van begrepen hebben. Want we hebben daarna ook nog een foto gevonden uit Albanië, begrijp ik. Ja, dit was 1992. Toen was net de dictatuur daar omver. Zeker. En was er een missie vanuit Nederland waar ik aan meedeed. En naast me zit Arend Meiboom, die is overleden helaas, maar van de hemofiliepatiëntenvereniging weer. Dat zat nog in het hemofiliekader. Of wij advies konden geven over hoe de bloedtransfusie daar verbeterd moest worden. Okay. Nou, daar heb ik het ziekenhuis van Tirana bezocht, een bloedtransfusie. We hebben de president ontmoet, de minister. Okay. En ons advies was, nou ja, breek alles maar af en zet het maar opnieuw neer. Want het was vreselijk. Het was vreselijk. En toen zei die minister, ja, ik begrijp u, maar zullen we niet eerst voor schoon water zorgen? En daar kon ik hem geen ongelijk in geven. Nee, zeker. Ja, de vraag is ook natuurlijk, met wie doe je het allemaal? En ik heb begrepen dat de volgende foto dat ook een beetje laat zien. Want is dit het team? Ja, dit is nog steeds deels het team. Deels, zoals ik al zei, we vervangen vaak. Mensen gaan vaak iets anders doen, maar dit is een uitje van de afdeling, dat doen we ook één keer per jaar. En dit moet een moment zijn wat saai was, als ik mezelf zo zie zitten. Ja. Ik kan niet meer zien waar dit was, maar dit is een deel van mijn afdeling toen. Zijn jullie collegiaal? Is de professor niet eindeloos veel hoger dan de medewerker? Nee, want dat zou niet goed zijn. Dus als je dat is het klassieke beeld, en dat zeker voor, en misschien in een... In de ziekenhuisomgeving is dat wel nodig, want daar, dat is als een leger. Hè, er moet iemand uiteindelijk verantwoordelijk zijn en beslissen wat er gebeurt, anders gaat er iemand dood. In een onderzoeksomgeving is dat niet goed. Als mensen geen dingen durven zeggen, dan hoor je niet als er wat fout gaat. Okay. En je hoort ook niet als mensen misschien wel een slimme gedachte hebben. Okay. Dus het is verboden om u te zeggen op mijn afdeling. Okay. Nou, ja. Dat is toch ook weer een iets totaal nieuws wat wij in ieder geval hier horen. De volgende foto, daar staan mensen op tegen wie we allemaal u zeggen. Want dit is ter gelegenheid van, nou misschien kan je het zelf zeggen. Dit is een bijeenkomst van de winnaars van de Spinoza-prijs een aantal jaar geleden. En wat is de Spinoza-prijs? De Spinoza-prijs is wat genoemd wordt door NWO, de Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoeksorganisatie. De hoogste wetenschappelijke prijs in Nederland. Je ziet de burgemeester van Katwijk. Ja. Want wij gingen dan op bezoek. We deden altijd een bedevaart naar het huisje van Spinoza in Rijnsburg. En dan kwamen we bijeen in het stadhuis. Nou, je ziet daar Ronald Plasterk staan. Bijvoorbeeld, links. Robert Dijkgraaf staat daarachter. Ja, Dijkgraaf, zeker. Links voor natuurlijk Gerard Hooft, de Nobelprijswinnaar. Ja. Rechts door het Boomsma, Hendrik Lenstra uit Leiden. Barendrecht uit... Amsterdam. Een indrukwekkend gezelschap. Die Spinoza-prijs. Daar en Wibbel Okkels kwam toen iets vertellen over zijn... Wibbel Okkels staat in het midden, natuurlijk. Ja. Maar die Spinoza-prijs, daar kan je niet van op vakantie, hè? Heb ik begrepen. Nee, daar waren mijn kinderen... Ik kreeg hem in 2003. Mijn kinderen erg beledigd, want die waren toen nog heel klein. Want Maria van der Hoeven, die reikte hem uit. Ik had een mooi beeldje. Ik had 1,5 miljoen euro. Inmiddels 2,5 miljoen. En zij zei toen, en u mag ermee doen wat u wil. En mijn kinderen, die waren nog klein, die hebben me daar jaren nog aan herinnerd dat ik... Nou, ik vond niet idee wat zij wilden. En zij stelden zich vakanties voor en jacuzzi's en zwembaden. Maar wat natuurlijk bedoeld werd, is dat het vrij onderzoeksgeld is. Dus je hoeft geen aanvragen te schrijven. Je hoeft weinig te verantwoorden, behalve dat je het netjes hebt uitgegeven. Je kan zo'n mooi filmpje als in het begin laten maken. Dat je kan een filmpje laten maken. Okay. En je kan het gebruiken vooral als... Ik heb het heel veel gebruikt als vliegwiel voor onderzoeks. Onderzoek waar ik dacht, dat moet gebeuren. Daar ga ik een keer... Wij vragen heel veel subsidies aan. Heel veel naast ons... vaste inkomen van de afdeling komt uit subsidiegevers als NWO, de Hartstichting, noem maar op. Maar dat is vaak heel moeilijk. Als je dan een jaartje vast kan beginnen met wat mensen, met dat geld van zo'n Spinoza-premie, dan kan je daarna een subsidie aanvragen en dan heb je een soort vliegwielfunctie. Oké. Nou, de laatste foto laat in ieder geval zien dat er ook gewoon gefeest mag worden. Dit is het jaarlijkse diner in de Pieterskerk Gala, heb ik begrepen. Hè? Dat klopt. Daar koopt het LUMC altijd een aantal tafels om het historisch erfgoed te helpen in stand te houden. En hier zit ik met een aantal
collega die... wij waren allemaal uitgenodigd. Onder het motto, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Nee, en dan zeker. Is de Pieterskerk wel een prettige plek om de zeker. Boog te ontspannen. Ja, ja. Helemaal waar. Ik wilde nog even het onderwerp in algemene zin van epidemieën aan ja. de orde stellen. Daar heeft de mensheid natuurlijk in het verleden meer last van gehad. Ja, meer en ook meer in de zin van erger. He, als we de zwarte dood, de pest nemen, ja. die in de 14e eeuw door Europa ja. raasde, daar is een derde van de wereldbevolking toen aan overleden. Dat is met COVID-slachtoffers niet te vergelijken in aantallen? Nee, op het ogenblik zijn er iets van 3,5 miljoen mensen wereldwijd overleden. Ja. Dat is natuurlijk heel veel. Dat ja. gebeurt niet jaarlijks. Ja. Maar het verhoudt zich niet tot epidemieën als de pest, pokkenepidemieën die we hebben gehad, de cholera die tot 1850 in West-Europa. Dan gaat het om tienden, honderdste van procenten in plaats van een derde. In plaats van, ja. van 30%. Zeker, ja, zelfs de Spaanse griep, de laatste ja. grote epidemie hiervoor, daar zijn 50 miljoen mensen aan overleden. Maar de Spaanse griep heeft wel meer slachtoffers gevergd dan de hele Eerste Wereldoorlog bij elkaar. Ja, ja, precies. En dan nog. Maar hij heeft ja. misschien ook het einde van de Eerste Wereldoorlog bespoedigd. Oh. Dat zou ook kunnen. Dat op een gegeven moment, de Spaanse griep is waarschijnlijk ontstaan in de Verenigde Staten, in Kansas, is met soldaten meegekomen naar West-Europa. Okay. En ja, men zat daar maar in die loopgraven al een ja. paar jaar lang. En het ja. zou kunnen dat op een gegeven moment de uitbraken van de Spaanse griep onder de Duitse soldaten, dat die het einde van die oorlog bespoedigd heeft. Oké, dus de dolkstootlegende is voor de tweede keer dan, denk ik, ontkracht. Zeker, ja, ja, ja. Het was door een virus. Ja, zeg dat wel. Nou, het was door een virus, precies. In Leiden hebben we in de 19e eeuw nog een flinke cholera-uitbraak gehad. Ja. En wat ik van Harm Meijer, die hier ook is geweest, heb begrepen, de huisarts, aller huisartsen, ja. zullen we wel zeggen, die heeft daarover geschreven dat ook er toen al behoorlijke lockdowns, al werd het niet zo genoemd, werden gepleegd. Hè? Zeker, als je kijkt in de literatuur leest over grote epidemieën en wetenschappelijke verhalen, dat zie je al bij de cholera, maar daarvoor al bij de pestepidemie in de 17e eeuw. Dan zie je lockdowns in Londen, dat heeft Daniel Defoe beschreven, de man van Robinson Crusoe. Ja. Nou, daar was onze lockdown echt niks bij. Mensen moesten een maand in quarantaine en mochten de deur niet uit. Nee. Mensen gingen zoeken in huizen of er besmetten waren, want men gaf dat liever niet toe en er werd de deur op slot gedaan. Dus als je dat terugkijkt, dan is dat allemaal al eerder gebeurd. En dat is ook de klassieke aanpak van een epidemie. Als je geen vaccin hebt en geen therapie hebt, ja, de enige methode is lockdown, zorgen dat mensen elkaar niet tegenkomen. Ja. Want Sartre heeft ooit het boek geschreven, de anderen zijn de hel of de hel zijn de anderen. Ja. Dat is precies wat bij een epidemie zo is. Hè. Je krijgt het van iemand anders. Je krijgt het niet van slecht eten of van genetische make-up of wat dan ook. Je krijgt het van anderen. Dus als je geen anderen ziet, dan krijg je het ook niet. Ja, nee, precies, dat is waar. We moeten uiteraard ook nu even terug naar de huidige tijd, naar vandaag. Het grootste deel van de mensen is toch al gevaccineerd. In Nederland althans. Dat is wereldwijd nog bij lange na niet het geval. Maar u bent een week of twee geleden, misschien al iets veel langer, bent u nogal in het nieuws geweest, omdat u zei, ik vind eigenlijk dat wij ook jongeren veel eerder moeten prikken. Ja, ik heb zelfs op een gegeven moment voorgesteld om het schema te beginnen bij jongeren. Mm-hmm. Dat is omdat als je vergelijkt virologen, infectiologen en epidemiologen. Virologen die weten hoe het virus werkt. Infectioloog behandelt de patiënt. En de epidemioloog heeft eigenlijk de bevolking als patiënt. Wij kijken naar de bevolking als geheel. En een epidemie is een ziekte van de bevolking. Dat betekent het woord zelfs letterlijk. Ja. En dan moet je dus de bevolking behandelen. En dan zou eigenlijk beginnen met vaccineren bij jongeren slimmer zijn geweest. Althans om de epidemie te onderdrukken. Want dan, die gaven het aan elkaar door, die zien de meeste mensen. Ja. En dat hebben we ook in augustus vorig jaar gezien. Hè? In Leiden waren niet zo heel veel patiënten uit Leiden. Nee. Die kwamen vooral uit Brabant die wij opnamen. Ja, studenten. Maar de studenten in augustus, daar begonnen ineens Leiden, Delft, Groningen, die kleurden diep rood. Ja. Dus als je een epidemie wil stoppen, moet je eigenlijk de mensen vaccineren die het virus aan elkaar doorgeven. Ja. Daar stond natuurlijk tegenover dat de oudere mensen het meeste klachten hadden of ernstig ziek konden worden of zelfs overlijden. Dus dat was ook een goede reden om het te doen zoals gedaan is. En zo gauw mogelijk ernstige ziektegevallen te voorkomen. Maar als je nu kijkt naar de situatie nu, dan zijn er inderdaad veel mensen gevaccineerd. Dat is prettig. We zien de ziekenhuisopnamecijfers dalen, de IC-cijfers dalen. Maar uiteindelijk willen we die epidemie weg hebben. Want zelfs jongeren
worden wel eens ernstig ziek. Ja. En kunnen het aan ouderen geven. En het vaccin beschermt niet 100%. Nee. Dus als je dat virus weg wil hebben, of in elk geval zo laag mogelijk, dan moet je doorgaan met zo jong mogelijk vaccineren. Ja, precies. Wij hebben hier bij de regie hebben wij een stagiair, Rick, die is 16 jaar. U vindt dat hij dus die prik moet hebben. En ja, wel vrijwillig. Hij moet niet gedwongen worden. Maar hij wil dat heel graag, maar ja. hij krijgt hem niet. Nee, maar ik denk dat dat wel gaat gebeuren. De EMA heeft nu de FDA gevolgd. Dus de Europese Geneesmiddelautoriteit heeft de Amerikaanse gevolgd. Dat nu vaccins al goedgekeurd zijn vanaf 12 jaar. Mm-hmm. En ik ga ervan uit dat we doorgaan. Om nu te voorkomen dat er na de zomer, die hopelijk plezierig wordt, ja. Er weer in september een golf ontstaat. En jongeren zullen toch degene zijn die de motor zijn van de epidemie. Die willen graag veel mensen zien. Wij willen dat af en toe wel eens een keer een avond niet. Hè? Ja. Zij wel. Dus ik zou zeggen, vaccineer zoveel mogelijk. Ze gaan bovendien naar school. Ja. Als ze daar alsmaar dat virus rondgaat, komen ze ook weer thuis. Ze willen ook een opa en oma zien. Die willen ze misschien ook wel knuffelen. Ja, dat is allemaal toch een stuk prettiger als we dat virus veel lager hebben. Dus zowel voor de jongeren zelf, als voor degene die zij tegenkomen. Ja, ja. Morgen begint de officiële zomer. Hoe lang denkt u dat het nog zal duren voordat wij weer langzamerhand naar een oud soort normaal terug gaan keren? Nou, ik fietste hier net naartoe, toen leek het wel redelijk het oude normaal. Terrassen zaten vol, ja. Er kon geen bootje meer bij op de grachten, had ik de indruk. Nee. Dus in die zin, daar zie je ook een zekere hunkering in van de mensen om dat weer te doen. Ik denk zelf dat dat nog een beetje te snel gebeurt op het ogenblik. Ik vind dat licht angstaanjagend. Ik zou zelf gezegd hebben, wacht nog even tot we verder zijn met die vaccinatie. We zijn alweer 20 juni. Ja, maar dat virus doet niet zo heel erg aan kalender kijken. Nee, hè? Nee. Dus we nemen een beetje risico op het ogenblik. Ja. Nou, oké, dat is wat het is. Dat risico nemen we. Maar het hangt er erg vanaf hoe het vervolgens gaat. Gaat het in de zomer goed? En waarschijnlijk gaat het in de zomer wel goed. Lukt het om door te gaan met vaccineren? Komen er geen willen mensen zich laten vaccineren? Dus toch wel zorgen over achterstandwijken. Ja. En de Bible Belt, dat mensen dat niet doen. Dan krijg je clusters van een heleboel mensen die bij elkaar in de buurt wonen. Dat is eigenlijk het meest gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk, als 20% van de bevolking het niet zou doen, dan zou dat nog misschien gaan. Maar die verspreiding is dan natuurlijk heel onevenwichtig. Hè? Ja, want in bepaalde wijken is 20% van het totaal van de bevolking betekent misschien wel 50-60%. Ja, en daar lijkt het op in sommige wijken. En daar moet echt aan gewerkt worden. En hoe werk je daaraan? Ik denk dat je daaraan werkt door de communicatie. Het moet uitgelegd worden aan mensen die vaak de Nederlandse kranten niet lezen, die niet hiernaar kijken, maar hun informatie via Twitter en Facebook halen. Dat is niet de meest betrouwbare informatie. Nee. Daar zitten de complotten en de gekkigheid. Dus ik denk dat mensen lokken, voorrechten? Nou ja, dat is de volgende stap. De eerste stap is uitleggen. Informatie. U heeft er wat aan. Ja. Door mensen in hun eigen gemeenschap, door huisartsen in die eigen gemeenschap, door imams, wie dan ook. Leg het uit. Ja. Het tweede is opvoeding, heb ik altijd gezegd bij mijn kinderen ook, dat bestaat uit verleiding en bestraffing. Nou, dat is hier wat sterk, maar je ziet wel dat allebei wel gebeurt. In de Verenigde Staten en andere landen, ik sprak gisteren iemand uit North Carolina, daar laat iemand die zich laat vaccineren, die krijgt een jaar lang elke dag een gratis donut. Zo. Nou, het leek me dat ze dan doodgaan aan diabetes. Misschien niet zo verstandig, maar dat zijn lokkertjes. Dus ergens een loterij gehouden. Dus geloof ik eergisteren de eerste trekking gedaan. Kon iemand 1 miljoen winnen. Geloof in Engeland gratis bier. Nou, iedereen kan wat bedenken. En de andere kant denk ik, die beloningen komen vanzelf. Ja. Ik denk dat je van de zomer niet het vliegtuig in kan als je niet gevaccineerd bent of een test hebt laten doen. Nou, die testen zijn niet zo prettig. Dus waarom niet gevaccineerd worden? En dat zal ook voor evenementen waarschijnlijk gaan gelden. Okay. Dus die beloningenkant komt er ook wel. En als we dat nou goed uitleggen, en die beloningen zijn niet eens bedacht, die moeten echt. Ja. Of die onthouden van kunnen reizen als je niet gevaccineerd bent, dan komen we er misschien wel. Okay, dus uitleggen, een beetje belonen, een beetje dreigen met straffen. Of met dingen niet kunnen die anderen wel kunnen. En dan gaat het hopelijk ook gebeuren. Ja. Ik dank u hartelijk voor het buitengewoon plezierige gesprek wat we hebben gehad in deze tijd. Wij zijn er volgende week weer met, uiteraard nadat we onze gast hebben bedankt, moeten we even zeggen dat het leven doorgaat met Rens Heruel volgende week. Die gaat spreken met Emma Brown, de zangeres. En dat
belooft ook iets heel aardigs te gaan worden. Wij danken de kijkers voor de aandacht en hopen weer op nieuws in de toekomst.